Welkom bij deze nieuwe vlog. Simon wil met alle geweld erbij zitten. Dus nou, die mag er even bij, hè Simon? We willen even onze welgemeende groeten doen aan Paul en Jola. En veel beterschap wensen. Paul, dat is een vriendelijke, vrolijke vent. En die weet heel veel mooie camperplekjes. En dan stuurt u ons altijd een berichtje. Komen jullie hier naartoe? Nou, Paul die is een paar weken geleden, twee weken geleden of zo... Misschien wel drie al. Is hij onwel geworden. Moest naar het ziekenhuis toe. Nou, in het ziekenhuis opgenomen. Er was iets met zijn hoofd. Kleine bloedvaartjes, bloedpropje. Het precieze weet ik er niet van. En zijn vrouw Jola, die ging op de fiets naar hem toe om hem te bezoeken. Valt ze met de fiets. Is de knie gebroken. Moet zij nog langer in het ziekenhuis liggen dan hem. Ze hebben een heleboel hechtingartsen in de been. En ze zijn nu ondertussen wel terug naar huis. En ja, de hechtingen moeten er thuis weer uit. Het zijn allemaal van die krammen die in de been zitten. Zag er niet fijn uit. Dus Paul en Jola, heel veel beterschap. Hoop dat jullie nu weer een beetje opgeknapt zijn. En een beetje bekomen zijn van het vervelende gebeurtenissen. Nou, ondertussen is Sky er ook bij komen zitten. Sky was erbij komen zitten, maar die is inmiddels alweer weggesprongen. De nieuwe vlog gaat over, we staan nog heel even in Algodonales. En daarna gaan we naar Ronda. Ronda, nou wat is dat mooi zeg, die Grand Canyon-achtige ravijn met die mooie brug en het gezellige centrum. En daarna zijn we naar de kust gegaan. En daar gaan we morgenochtend gaan we weg. En dan gaan we heel even naar Malaga toe. En dan rijden we door... naar het noorden, want langzaamaan begint een klein beetje de terugreis. Dus, ga kijken zou ik zeggen. Veel plezier met onze nieuwe vlog. Ja, veel plezier. Doei. Ik ben naar boven gereden. Om te kijken of ik ze kan filmen. En hier gaan ze. Maar de weg houdt hierop. Dus op de een of andere manier heb ik een verkeerde pad genomen. Dus ik ga terug en dan ga ik kijken of ik een afslag heb gemist. Of toch kijken of ik ergens hoger kan komen als dit. Er gaan twee gieren trouwens ook. Hier. En hier nog één. Ik ben onderweg naar beneden. Hier zie je een heel klein stukje van de camperplaats. Nou ga ik het proberen aan te wijzen. Hier. Wat is het hier vreselijk mooi. Het is iets minder mooi, maar ja, dat hoort er ook bij de industrie. En dan gaan we er weer naar boven. En daar zijn ze weer. Kijk, deze gaat vlak boven de camperplaats. Nou, hier gaan ze landen op het veld naast de camperplaats. Ik denk twee dagen in Ronda staan. We doen dat normaal nooit.
in Ronda aangekomen. De camperplaats is niks anders dan een parkeerplaats. Maar let even op dit uitzicht. Hoe gruwelijk mooi kun je uitzicht zijn. Hier staat de camper. We zijn in Ronda en het heet hier Mirador Puente de Nuovo. Zo heet de brug. En het is echt schitterend, het uitzicht en hoe hoog het is en hoe diep. En kijk, daar zie je mensen. Oh, ze klimmen omhoog, lijkt wel. Ja. Hier. Ja, ze klimmen omhoog. Ja. Man, wat een uitzicht. En wat een diepte. Dit is gewoon recht naar beneden gefilmd. We gaan naar de brug toe. De Mirador. Zo heet het ding. Is 98 meter hoog. En werd honderden jaren geleden gebruikt. Gedeeltelijk als gevangenis. En er werden gevangenen ook naar buiten gegooid. De afgrond in. Om ze om het leven te brengen. Zie je dat? We staan nu aan de andere kant. Dit is weer recht naar beneden gefilmd. Tjeetje, wat doe je nou? Dit is haast net zo indrukwekkend als de Grand Canyon. We zijn een stuk naar beneden gelopen. Ik wil haast zeggen, wat een geweld hier zo. Jeetje, wat gruwelijk. En Monique, wat vind jij ervan? Ja, echt prachtig. Ik snap niet dat we vorig jaar niet hier naar beneden zijn gaan lopen. Ja, nou ja. Want toen was het ook koud, weet je nog? Ja, vorig jaar hadden we koude regen en waren op de scooter. Heel mooi plein in Ronda. Hoe heet die boom ook weer, Monique? Hè? Een bloesemboom, zegt ze. Nou, een boom met bloesem, denk ik. En let op die bestrating. Wat een herrie zal dit maken. Mooi gebouw, het lijkt wel op een kerk. Ik ben nooit zo van die kerken, maar het is wel een mooi gebouw. Dit is de stierenarena van Ronda. Daar gaan we even naar binnen. Tenminste, naar binnen, voor zover dat kan natuurlijk. Thank you.
stek tussen Marbella en Fuengirola. We staan weer aan zee na een aantal weken landinwaarts geweest te zijn. Heel leuk klein stekje. Heel leuke omgeving. Hierachter is het heel erg druk qua toerisme en weet ik wat allemaal. En hier sta je gewoon eigenlijk lekker rustig. Alleen de herrie van de zee. En van Monique die aan het lezen is. Kijk wat er nou op de camperplaats is komen staan. Ik denk dat het een zelfbouwcamper is. Met op zijn laadklep een terras. Grappig. Kijk, een hele school met visjes. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ze zijn best wel groot. Af en toe komen de staarten omhoog. Zo'n grote, ik weet niet hoe dat ding heet, van een octopus heb ik nog nooit gezien. Een of andere wachttoren uit ongeveer 1750. Hij loopt 6 meter onder de grond door. Er zit 1 verdieping maar in. En boven dan een soort terras. En of die nou voor oorlogsvoering werd gebruikt of niet, dat weet ik niet, maar dat zoek ik op. En dat vermeld ik zo direct hier onder de film.